En ze is er een, hoor. Moedertje. Benieuwd of je op haar lijkt? Nou, ze zeggen dat ik meer op mijn vader lijk. Ja? Maar ja, zeg het zelf. Dag, mevrouw Tol. Hallo. Hallo. Peter van der Vorst. Hallo. Ja, we wilden toch even zien wie nou de ouders zijn. Dit is alvast zijn moeders. Ja? Nou. De vader willen jullie ook even spreken. Is die er wel dan? Die is er ook. Zie ik wel leuk. Daar is vader Tol. Daar is vader Tol. Achter zijn vloog. Hallo. Thomas Tol. Dag. Ja, bekend gezicht, hè? Nou. Ja, van BZM vroeger. Vroeger. Ja. Nu niet meer. En nu een bekend producer. Jawel, nou ja. Niet zo bescheiden. Ja. Volgens mij toch meer liedjesmaker. Ja? Jawel. Ja, met Jan Smit onder andere. Met Jan Smit, ja. Ja, veel Jan Smit gedaan. Alle albums hier opgenomen? Ja. Komen jullie er ook even bij staan? Ja. Even tussen de ouders. Dit had je van tevoren niet gezegd, hè, Peter? Nee, maar ja, een beetje spontaan, hè? Ja, heel spontaan. Net als jij. Nou, kijk op wie die nou het meest lijkt. Nou, ik denk van op zijn vader. Qua uiterlijk, nou, toch wel van allebei een beetje. Hoop het wel. De vorm. Ze waren er allebei bij in ieder geval. Maar de ogen, ik zie daar een soort glinstering die ik ook bij u zie. Ik glinster altijd als ik hem zie. Ja? Wat voor jongen is nou? Spontaan. Gevaarlijk. Gevaarlijk? Gevaarlijk in de trant van dat hij uit de hoek kan komen dat je zegt, bedenk je het? Ontzettend betrouwbaar. En ik ben stapelhek om. Vindt u het niet jammer dat hij niet in muziek is ingegaan? Nou, nee, niet echt. Niet echt. Maar had u het gehaald vroeger? Ook niet, want je moet het gewoon in je hebben. En Kees heeft andere kwaliteiten als ik dat heb. Ja, maar jij hebt de muziek niet in je zitten, zoals heel veel Volendammers. Nou, er zit wel muziek in. Er zit wel muziek in. Het kan wel ritmisch zijn en ik kan ook wel van bepaalde liedjes zeggen wat ik ervan vind. Alleen ik heb vroeger nooit echt de behoefte gehad om een gitaar te pakken of achter de vleugel te gaan zitten.